Oké, jongens, ik sta hier met Kalentje, speler van Jong NEC Nijmegen. Kan je om te beginnen, kan je wat vertellen over zeg maar nu de komende tijd, het komende jaar, wat verwacht je bij NEC? Wat ik verwacht, mijn verwachtingen zijn, ik hoop, wat mijn doelstelling is nu eigenlijk, wil ik zeggen, ik hoop voor de winterstop nog mijn debuut te kunnen maken. Ja. Misschien een beetje hoog gegrepen, maar ik denk niet dat het onmogelijk is. Dat is echt mijn doel voor 2019 nog, om mijn debuut te maken. En ja, zoveel mogelijk met de eerste elftal mee te trainen en zo snel mogelijk aan te sluiten bij één. Dat is echt mijn doel voor dit jaar en waarom ik ben gekomen naar NEC. Kijk, je weet het hè. Ik heb een reputatie op het gebied van latje trappen. Dit ga je niet voor me winnen. Oké, we krijgen allebei 10 pogingen wie het vaakst op deze lat schiet. Je hebt geluk, hij is wat lager dan normaal, dus het is hier voor de. Dus, maar de reputatie staat, hè? Okay, we gaan het zien, we gaan het zien. Dat is goed. Zo, oké. Je weet dat je nu al verloren hebt, hè? Nee, zeg. Wordt echt wat goed. Wat hier. Dus je zegt het al, je wil zo snel mogelijk aansluiten bij het eerste. En dan als je misschien zeg maar, nog een stap verder kijkt, nog dan weer verder gaat dromen, wat is je ultieme doel zeg maar? Mijn ultieme doel? Kijk, vroeger was het voetballen bij een club als Barcelona of Alcalá, zeg ik het, Real Madrid, maakt mij niet uit. Dat is echt mijn gewoon echt de wereldtop. Ja, dat was echt mijn ultieme droom. Ergens in Engeland, Chelsea of zo, zou ook mooi zijn. Maar ja, ik zou ook wel graag in de Russische competitie willen voetballen. Ja. En heb je een club zeg maar, waarvan je denkt dat vind ik echt een mooie club in Rusland? Ik zou graag bij Zenit willen voetballen. Zenit St. Petersburg. Dat is echt mijn, sinds kleins van was dat echt mijn club die ik supporte uit Rusland. Dus dat is wel echt de club waar ik dan in Rusland wel zou willen spelen. Want je vertelde net al, je hebt in de jeugd je hebt dus bij de Russische jeugdelftallen gespeeld en bij Nederlandse jeugdelftallen. Ja. Als die keuze er nou gaat komen hè, op een dag. Welk land gaat het dan worden? Rusland, 100%. 100%. En waar komt het vandaan? Ben je in Rusland geboren zelf bijvoorbeeld? Of? Ik ben hier geboren, maar ik ben echt Russisch opgevoed. Mijn ouders zijn allebei Russisch. Ja. Ik ben thuis eigenlijk altijd Russisch opgevoed, zo te zeggen. Ja. Veel trots. Alle Russen hebben veel trots. Mijn ouders ook. Dus voor het eerst toen ik bij de Russische elftal speelde, toen voelde ik al gelijk de trots van heel de familie. Gelijk berichten en alles en iedereen trots. Dat is ook echt waar ik het dan ook echt voor doe. Dus dat is misschien is dat wel de ultieme droom dan? Ja, om dat een keer is zeker, Rusland te vertegenwoordigen op een eindtoernooi of überhaupt al een keer te vertegenwoordigen? Ja, dat is zeker waar. Ik zou wel graag ooit een EK of WK voor de Russische elftal willen spelen. Ja. Dat is dan ook weer, als je zegt doelen, is dat ook wel echt een doel dat ik zou willen. Hey, hoe ben je zeg maar, ooit als kleine jongen, hoe ben je op voetbal, is het gewoon iets van je ging gewoon voetballen met vriendjes en op een gegeven moment ging je gewoon op voetbal als zijn een logische stap? Of heeft het je echt bijzonder getrokken zeg maar, is dat een bijzonder verhaal? Ik ben, even kijken, op mijn 8e of 9e ben ik begonnen in Groningen. Best wel laat eigenlijk toch? Ja, best wel laat. Mijn vader die is een vechter en mijn broer ook. Mijn broer die was Nederlands kampioen taekwondo. Yeah. En ik wou nooit op taekwondo, maar mijn broer en mijn vader die pushten me eigenlijk een beetje altijd. Ja, ga dat doen. En
En de trainer van mijn broer ook altijd van ja, kom een keer trainen. En ik zei altijd ja, de volgende keer. Ja. De volgende keer was ik weer, zei ik weer de volgende keer. Maar op school voetbalde ik echt altijd, ja. In de pauze, daarna, ja. En, ja, wat zeg ik het zelf, ik was wel een van de beste en ik deed altijd de gekste dingen op straat of stenen die ik dan omhalen en dat soort dingen. En ik vond het altijd leuk en toen op een gegeven moment zeiden mijn ouders van hey, als je wilt kun je ook op voetbal gaan. Toen ging ik naar een club waar dus mijn klasgenoten zaten. Mm-hmm. Ik begon in de, volgens mij F8 of zo. F8, en binnen een week was het dan weer de F1 gelijk. Op een gegeven moment ging ik al naar de E'tjes. Toen 2 jaar in de eetjes, toen ging ik naar FC Groningen. Ja. Dus eigenlijk toen ik in de eetjes speelde en gewoon amateurvoetbal speelde, had ik nooit gedacht van ja, ik kan bij een profclub komen. Ja. Tot ik opeens een brief in de brievenbus kreeg en ik dacht van oh, dit kan dus ook. Want ik voetbalde eigenlijk. En heb je daar dan nog, heb je nog 1 seconde daarover getwijfeld om je stap vervolgens te nemen? Of was het eigenlijk meteen duidelijk van dit gaan we doen? Ja, ik moest 2 jaar lang hadden we dus voetbalschool bij FC Groningen op. Ja, elke woensdag. Je begon echt met 200 jongens. En toen uiteindelijk werd er 1 team van gemaakt. Ja. Uit 2 jaren dat je dus elke woensdag traint. En toen ben ik als eerste 4 geselecteerd om naar het team te gaan. Ja. Dus ja, op dat moment dacht ik ja, genieten van het voetbal. Je was nog jong en je dacht eigenlijk nergens aan. Het was alleen maar ja, voetballen, doelpunten maken, plezier maken. Ja, dus dat is echt maar misschien het ultieme, zeg maar. Dat is waar het natuurlijk het spelletje om draait, het plezier, weet je. Ja. Nu is het allemaal wel serieuzer, maar ja, natuurlijk moet je er altijd wel plezier uit halen. Ja. Dus, maar ja, toen was het echt van, toen begon ik dus ook echt met het besef van oké, ik kan profvoetballer worden. En toen dacht ik van oké, dat is wel echt iets wat ik wil. En ik zei tegen mijn ouders, ik wil profvoetballer worden. Dus zo begon het eigenlijk. En toen, steeds grotere stappen, zo te zeggen. Hey, dit gaat. Zeven van de 10. Ik leef nog. Oké. Valt er nog mee, hè? Dit? Eerlijk, weet je dat je niet aankomt, hè? Ja, nu gaan we, maar ik ben in ieder geval niet afgegaan, daar ben ik toch blij op. Nee, die was erop, hoor. Goh, ja. 4 van de 5. Van de 7. Hij is wel hoog niveau, hè, denk ze. Oei. 5 van de 8. Betekent ik moet het 2 scoren nu. En toen op een gegeven moment, als ik het goed gelezen heb, was je 14, als ik het goed zeg. En toen kwam Feyenoord. Ja, toen kwam Feyenoord, PSV en Ajax. Alle drie? Alle drie, ja. Toen voetbalde ik ook voor het Nederlands elftal in de 114. Ja. Dat was een jaar dat nog niet officieel werd gezien als interlands en dat soort dingen. Ja. Ik had toen destijds ook nog geen Nederlands paspoort. Dus dat jaar heb ik wel kunnen voetballen bij het Nederlands elftal. Omdat omdat nog niet officieel Nee, het was een soort uitzondering. Dus en toen volgens mijn onder 15 kon ik niet meer geselecteerd worden omdat ik geen paspoort meer had. Toen stopte het Nederlandse gebeuren eigenlijk. Wat een beetje moeilijk was voor mij toen destijds. Aangezien ik niet wist dat dat de reden was waarom ik niet meer geselecteerd werd voor het Nederlandse elftal. Ja. Dus je vroeg je eigenlijk af waarom zit ik er niet meer bij? Ja, omdat ik wel gewoon de stap had gemaakt toen dat jaar van FC Groningen. Naar Feyenoord. Toen werd het gekocht door Feyenoord. Ja. Ik dacht van ik sta er zeker goed op en altijd positieve feedback gehad en het ging altijd goed bij het Nederlands elftal toen in de laatste rondes. Twee wedstrijden gespeeld tegen twee landen, ik weet niet meer, Tsjechië en Slowakije volgens mij zoiets. Ja. Nog 3 keer gescoord, dus het ging heel goed. Ik had heel goed afgesloten, transfer gemaakt zo te zeggen. En toen
toen opeens, ja, werd ik niet meer geselecteerd in de onder 15. Toen volgens in de onder 17, of eind onder 16, kreeg ik pas te horen van Feyenoord van we hebben nog een brief liggen van de KNVB. Ja. Waarin staat dat jij niet meer geselecteerd kan worden. Omdat je dus het paspoort geen niet paspoort bezit, had. Ja. Maar ja, wat ik dus eigenlijk wel een beetje jammer vond, dat ik het toen pas te horen heb gekregen en niet gelijk toen de brief kwam. Ja, heeft me vooral lang dwars gezeten. Ja, maar uiteindelijk, weet je, het is wat het is. Weet je, we kunnen, daar kun je in principe natuurlijk niks meer aan veranderen. Ja. Heeft dat je gevoel met Feyenoord toe veranderd? Dat je dacht van, waarom zijn jullie hier niet mee gekomen? Ja, ik vond wel dat dat wel de verantwoordelijkheid was van Feyenoord om mij dat wel gewoon te vertellen. Ja. Kijk, zij dachten dan dat ik ook die brief had gekregen, maar die had ik niet gekregen. Ja. Dus misschien kwam het door de verhuizing, omdat ik toen was verhuisd naar Rotterdam, dat de brief misschien in Groningen nog lag. Dus ja, ik kan ook niet zeggen dat het echt hun volledige schuld is, maar ik denk wel dat ze wel tegen mij konden zeggen geweest van, yo luister Leon, je kan niet meer spelen voor het Nederlands elftal omdat je geen paspoort hebt, we willen hier wel wat aan doen. Ja. Ja, dat hebben ze dus niet gedaan. Dus pas toen ik mijn paspoort had gekregen, toen ik 17 werd, werd mij verteld van, dat was de reden. Kijk, je ziet hem hier al staan hierboven. Oh ja. Denk jij dat jij weer 5 pogingen gewoon van de grond af wippen en hem erin schieten? Denk je dat het lukt in 5 pogingen? 5. Ja? Ja? Ja. Ja? Oké. Okay. Ah. Ah, het was een goede hoogte. Ja. Sterk hoor, sterk. Hey, en Als we tot slot nog eventjes, kijk, je bent natuurlijk zelf nog relatief jong, maar goed, weet je wat je al zegt, de spelvreugde en toch misschien wel verbaasd dat topclubs op een gegeven moment wel kwamen en zo. Heb jij iets wat je mee kan geven aan jongens die nu, 12, 13 zijn, die nog zeg maar hopen een stap ooit te kunnen maken? Heb je nog tips voor ze die je kan meegeven? Een stap te kunnen maken naar een profclub profclub naar een hogere profclub? Nee, zeg maar zeg maar gewoon om weer een volgende stap in hun voetbalcarrière te zetten. Ja, ik denk gewoon altijd hard trainen en echt plezier maken. Ik denk dat echt het belangrijkste is doen waar je echt goed in bent. Ja. En op die leeftijd vooral niet te veel luisteren naar wat van de kant wordt gezegd. Ja. Het is echt gewoon wat er in je opkomt, gewoon doen. Ja. Dat is ook hoe ik altijd heb gevoetbald. Waardoor dus ik gewoon per seizoen impulsief en gewoon initiatief nemen. Ja, en echt initiatief nemen, doen. Als je denkt dat je nu moet schieten op goal, gewoon schieten. Ja. Scoor je niet, dan scoor je niet. Ja. Maar dan scoor je misschien de volgende wel. Dus ik denk dat ik zo ook gewoon in mijn jeugd heel veel doelpunten heb gemaakt. Vooral toen bij FC Groningen. 50 per seizoen en de competities. Dus echt, omdat ik echt deed wat ik wou. Ja, gewoon echt losgaan. Ja, en ik was niet echt een bestuurbare robot dat de trainer zei van dit moet je doen en dat moet je doen. Het was echt gewoon uit mezelf, gewoon doen waar ik goed in was. En nu dat ook wel toen destijds echt mij hoog heeft gebracht. Dat ik de stap kon maken naar Feyenoord en dat ik zoveel kon scoren. Ja. Bij een club als FC Groningen die ook wel gewoon redelijk goed is. Ja. Dus